Het is al een irritatie van jaren. Ja. En dat is, een paar jaar geleden is het begonnen met, toen kreeg die Caroline Tense, ja, zij van Tense, die kreeg een lintje, vrienden, ja. Caroline Tense kreeg een lintje. Waarom? Waarom? Omdat zij een promotie maakt voor de postcode loterij, of hoe heet dat, weet ik, miljoenenjacht. Daar krijg je dan een lintje voor, of voor 1 tegen 500, of hoeveel het er ook zijn. En dan krijg je de, en wij niet. Jullie niet, jullie krijgen geen lintje, ik krijg ook geen lintje. Die irritatie, die begon toen en die is nu alleen nog maar toegenomen. Ja, in een extreme vorm eigenlijk. Want vrienden, laten we wel zijn. Kijk nou eens even naar de namen die nu weer een lintje krijgen. Ja, pardon zeg. Frans Hoek. Frans Hoek, een keeperstrainer. Weet je wel, hou vast, die, kom op, ga door, keeperstrainer, ik krijg een lintje, waarvoor? Nou ja zeg, en ik niet, het heeft de majesteit, de koning, behaagd, ja, oh, maar niet voor mij, Alex, majesteit, als je toch zit te kijken, ja, want je hebt het wel druk daar, maar even, kijk eventjes mee. Waarom behaagt het niet voor mij? Waarom behaag jij, majesteit, niet voor de volgers? Daar zitten natuurlijk ook mensen bij die hartstikke goede dingen doen in de maatschappij. Of belangrijk zijn, of weet ik veel wat. Nee, die krijgen het niet. Maar dan geef je het toch niet aan zo'n iemand als ene Steven Emmer. Dat is een zoon, geloof ik, van die Fred Emmer. Ken je nog? Die hele kleine dreumers van het NOS Journaal. En die gozer die maakt dan bijvoorbeeld tunes voor programma's als Waku Waku. Waku Waku. Die krijgt dan een lintje. Dat kan ik gewoon niet verdragen, vrienden. Waarom? Waku Waku, is je daar, die krijgt het wel en ik niet. En majesteit, dan geef je ook nog een lintje aan ene Felix Wilbrink. Een of andere culinaire expert. Die zat in de jury voor, ja let op, hou je vast, de gouden gehaktbal. Dat is toch werkelijk helemaal te gek voor woorden. De gouden gehaktbal, die krijgt gewoon een lintje. En jullie en ik niet. En dan hebben we ook nog, ja, daar gaan we nog een keer. Een zanger in Groningen. Ja, Rooie Rinus. Ja, Rooie Rinus. Rooie Rinus krijgt ook een lintje. En Rooie, het gaat helemaal niet persoonlijk tegen jou. Het kan mij niet schelen. Ik bedoel, ik gun jou alle uiterst lokale succes, want je hebt geweldig. En ik gun jou ook nog een lintje. Maar waarom krijgt Rooie Rinus wel een lintje en ik niet? Majesteit, wordt het niet eens tijd dat je even gaat meeschrijven? Want ja, en anders doet Amalia erbij eventjes. Want ik hoef niet in de orde van de leeuw. Dat hoeft de kouwen allemaal zo hoog, hoeft het niet. En ik hoef ook geen commandeur te worden. Dat hoef ik ook allemaal niet. Ik wens gewoon graag gewoon een lintje. Ik wil gewoon ook zo'n lintje. Officier. Schrijf je dat even op. Officier in de orde van Oranje Nassau. Die wil ik. En ook voor mijn volgers graag. Hey, Alex, ik reken op jou volgend jaar.